Ik ben Louisa en mijn urban craft is reusing t-shirts. Ik heb echt een probleem met stoffen. I have a real problem with tissue. Er zijn een gigantische hoeveelheid aan t-shirts die gewoon weg worden gegooid en die worden gereduceerd tot brandstoffen. Ik wil daar iets mee doen en ik heb daarmee geëxperimenteerd. En eigenlijk het leukste dat ik ermee heb ontdekt of wat ik ermee kan maken is tapijten. Het is niet recycling, het is niet upcycling. Hetgeen dat ik doe is eigenlijk, ik gebruik de essentiële eigenschappen van het product, wat daar nog altijd in zit. Maar ik moest ze wel een klein beetje gaan reduceren. Om er iets nieuws kunnen van maken. Mijn technieken leer ik vooral op het internet. Mijn kleine filmpjes, omdat ik bepaalde dingen wil bereiken en dan ga ik dat gaan opzoeken en boeken in de magazines die ik nog van mijn grootmoeder heb, van vroeger, ga ik dan die begrippen gaan opzoeken. Dat probeer ik dan en dan zie ik of het dan iets wordt. Ze zijn wel aan elkaar geknoopt, maar als je het product eigenlijk losmaakt, kom je tot één grote lange lijn, een lus, die compleet ook nieuw kan gebruikt worden. En eigenlijk vind ik het wel super tof dat ik eigenlijk gewoon niks nodig heb, behalve dan mijn schaar. En dat is het. Ik kan dat gelijk waar doen. Oorspronkelijk is de bedoeling dat mensen naar mij komen met hun eigen t-shirts en daarvan maak ik dan een eigen mat. Van zodra dat mijn tapijt af is, hang daar eigenlijk een label aan. Wat staat er op dat label? Dat is een prijs, maar ook wel wat dat product precies is, voor wie dat product precies is en hoeveel tijd dat daarin gekropen is om dat te maken. Maar wat dat dan eigenlijk nog niet zo onbelangrijk is ook wel de oorsprong